Sommige boeren in het rampgebied, zoals boer Schipper, kwamen al gauw tot de ontdekking dat het bijzonder moeilijk zou zijn om op de door het zoute water geschonden grond opnieuw te gaan bouwen en te gaan verbouwen. Dat gold ook voor de jonge landbouwer Ruyssen. Deze beide mannen en nog 32 andere Zeeuwse boeren grepen dan ook graag de kans aan om op een andere plaats in ons land weer te beginnen. Kort geleden kwamen ze naar Goes om daar officieel afstand te doen van de Zeeuwse grond en om tegelijkertijd een pachtakte te tekenen voor gronden in de Noordoostpolder. Bij deze formele bijeenkomst moest de weemoed om het afscheid het afleggen tegen het optimisme dat al deze mensen bezielde bij het vooruitzicht van een nieuw bestaan, ver van hun geboortegrond, maar toch in eigen land. Een paar dagen later betrok boer Schipper zijn nieuwe boerderij in de Noordoostpolder. Het huis is er nog wel niet helemaal op orde, maar dat duurt zo lang niet meer. In ieder geval zal hij nog dit jaar een oogst van eigen grond kunnen binnenhalen. En ook boer Ruyssen heeft zich al in de Noordoostpolder gevestigd. Binnenkort zullen ook de anderen volgen. Het wijde land dat aan de zee ontworsteld werd, zal een nieuw bestaan verschaffen aan de mensen wier land door het water verwoest werd.